Deze PowerPoint gaat over klimaatverandering en in het bijzonder over paragraaf 1, waar gekeken wordt naar klimaatverandering door de tijden heen. Over of het nu warm of koud is, of dat de verklaring daarvoor en of we kunnen verwachten dat de temperatuur in de komende tijd alleen maar gaat stijgen. Even de centrale begrippen, klimaat en weer. Ze hebben onlosmakelijk met elkaar te maken. Het klimaat is eigenlijk het gemiddelde weer in 30 jaar. En wat is dan weer? Weer is eigenlijk dat wat bepaald wordt door neerslag en temperatuur. Dus hoeveel neerslag die er valt, dat kan in vorm van regen, sneeuw, ijzel, hagel, weet ik veel wat, en temperatuur. Nou, hoe worden deze dingen bepaald? Dat wordt bepaald door enerzijds afstand tot evenaar. Hoe dicht bij de evenaar, hoe warmer het is, hoe verder het er vandaan, hoe kouder het wordt. Afstand tot zeeniveau, hoogte. Het is belangrijk om te weten dat warmte van de zon vooral veroorzaakt wordt, of eigenlijk alleen veroorzaakt wordt, door de weerkaatsing van zonlicht op het aardoppervlak. Dus niet zozeer door de zonnestralen zelf. En hoe dichter je dus bij het zeeoppervlak bent, hoe dichter je bij het aardoppervlak bent, hoe warmer het is. Elke 1000 meter die je omhoog gaat, daalt de temperatuur ongeveer 6 graden. Afstand tot zee. Zowel voor temperatuur als neerslag een belangrijke factor. Zeewater warmt langzamer op en koelt langzamer op het aardoppervlak. En heeft daarmee ook een blijvend effect op het land, op grenzen aan zee. En dat resulteert in koudere zomers en warmere winters. Ook is zeewater natuurlijk een bron van regen, in die zin het verdampt boven zee en het regent uit boven land. Nou, de samenstelling van de atmosfeer. De atmosfeer, met name de troposfeer, dat is de onderste 10 kilometer van de atmosfeer. Dat is een luchtlaag gevuld met allerlei gassen die constant in beweging is. En die beweging die zorgt ook voor weer. Nou, is het iets nieuws dat ons klimaat verandert? Nee. Als je kijkt naar de geschiedenis van de aarde, dan zie je dat het klimaat constant aan verandering onderhevig is. Dat het dus constant zaken veranderen. En ja, dat is op zichzelf dus niets nieuws. Nou, waarom worden die schommelingen veroorzaakt? Dat kan door zonnestraling en zonactiviteit. Het is gebleken uit onderzoek dat de zon op sommige momenten actiever is dan andere, waardoor er een grotere hoeveelheid zonnestraling onze aarde bereikt en dat het daardoor warmer kan worden. Het zogenaamde albedo-effect, dat is het weerkaatsen van zonlicht. En hoe witter het oppervlak, hoe meer er weerkaatst wordt. En, ja, je ziet gewoon dat als bijvoorbeeld ijsmassa's afnemen, dat het albedo-effect van de aarde ook afneemt en dus dat het daarmee warmer wordt. Het is een systeem dat zichzelf versterkt, in die zin dat hoe meer ijs er is, hoe kouder het wordt en dus kan er meer ijs komen. Hoe minder ijs er is, hoe warmer het wordt en hoe meer ijs ook gaat smelten. Ligging van aardplaten, daarom is het belangrijk om te kijken naar het grote plaatje en niet alleen dat van de korte termijn. De aardplaten die bewegen door plaattektoniek, die zorgen voor weer enzovoort enzovoort. Helpt dat aardoppervlak dat weerkaatst zonlicht. Nou, als dat minder sterk geconcentreerd is, of juist sterk geconcentreerd, die locatie van die aardplaten, dan heeft dat een effect op het klimaat. Als je kijkt naar het noordelijk halfrond, daar bevindt zich heel veel aardoppervlak. Nou, daar is het klimaat duidelijk anders dan op het zuidelijk halfrond, waar landoppervlak schaars is en de wereld vooral blauw is vanwege de zee. Zeestromen, je onderscheidt twee soorten zeestromen, warme en koude. Nou, op het moment dat een warme zeestroom, die bijvoorbeeld in het Caribisch gebied ontstaat, langs de oostkust van Amerika gaat, langs Groenland komt en uiteindelijk in de Noordzee eindigt, dus de warme golfstroom, op het moment dat die af zou koelen, dan zou dat een positief effect hebben op bijvoorbeeld ijswinning op Groenland. Nou, en die samenstelling van de atmosfeer, zoals gezegd, is een kolkende massa van gassen. Nou, soms kan daardoor bijvoorbeeld, ik noem maar iets,
vulkaanuitbarstingen kunnen daar heel veel broeikasgassen, dat zijn komen later nog wat weten, kunnen er heel veel broeikasgassen bij komen die dus een drukkend effect hebben op het klimaat. Nou, de laatste tekst gaat erover, ja, kunnen we verwachten dat of de aarde warmer wordt? Nou, dat heeft alles weer te maken met modelwetenschap. Modelwetenschap is een wetenschap die zich bezighoudt met een bepaalde verwachting. Dat doen ze op basis van eerder gemeten resultaten. Is lastig. En het lastige ook van klimaatverandering is dat de discussie vaak gedomineerd wordt door enerzijds mensen die zeggen, ja, het loopt verschrikkelijk uit de hand, het gaat helemaal mis. En aan de andere kant heb je de mensen die zeggen van, ja, het valt allemaal reuze mee en het slaat allemaal nergens op. Nou, wat we wel zien is dat het de afgelopen 150 jaar steeds warmer wordt. Het lastige daarvan is, we zijn ook nog maar sinds 150 jaar aan het meten. Dus we weten niet of dit een trend is die zo ontwikkeld. Of dat, ja, misschien is die 150 jaar is die wel vooraf gegaan door een hele koude periode of wat dan ook. Maar in elk geval de afgelopen 150 jaar wordt het steeds warmer. Nou, wat is nou het verschil met de klimaatverandering die we in het verleden hebben gezien? De pieken die er altijd zijn geweest is de mens. Die periodes toen was de mens daar eigenlijk niet over. In elk geval hadden ze nog geen noemenswaardig effect op de wereld. En op dit moment duidelijk wel. Er is dus verdeeldheid. Maar wat ook even heel belangrijk is om te zeggen is, global warming betekent niet per se dat het warmer wordt in elk gebied. Het betekent alleen maar dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.